En dan gaan we nu in onze uitvoering proberen een sluitknopje te realiseren, zoals die hierin staat, maar hier nog niet. En die wil hem hier een beetje boven hebben en als je hem klikt, dan moet hij sluiten. We gaan hier dus maken in de modaal JavaScript, dus een extra toevoeging. En die gaan die dus maken voordat modaal gemaakt wordt. Dan heb ik hier een variabele sluitknop. En die kunnen we later maken door document.create element. En in dit geval is het een span. Je zou er ook een rollover of een ander element van kunnen maken. Sluitknop.inhtml. We willen dus wat HTML inzetten. En dat kan dus een kruisje zijn. En dat is dus de ampersand. En dan de hoofdletter C was. Een HTML-entiteit. En we willen daar nog een event listener aankloppen. Sluitknop. .add event listener. En dan gaat hij sluiten. Daar willen we dan nog eventjes mee wachten. We willen ook een klasnaam meegeven. Sluitknop. .classname. Is sluitknop, zodat we hem ook kunnen vormgeven straks. En we willen een event listener toevoegen, maar dan moet hij zelf eerst geplaatst zijn en dat doen we dan hier in dit open stukje. We hebben hier dan modaal venster, daar de inhoud in is ingestopt. We kunnen ook nog daar de sluitknop aan toevoegen. Modaal venster. Op dezelfde manier, append child en dan hier de sluitknop. Daar is die erbij. En dan zou die al te zien moeten zijn. Command refresh. We hebben hier zo en dan staat hij hieronder op dit moment. Dus daar kunnen we nog wel wat aan gaan doen. We willen natuurlijk als je op klikt dat hij dan gaat stoppen. Hij is dus nu toegevoegd. En dan kunnen we hier als het laatste, als die toegevoegd is, ook die event listener koppelen. Dat kunnen we ook op deze plaats doen natuurlijk hier zo. Sluitknop. .add event listener. Maar dan moeten we die sluiten nog worden gelezen. Dus die laten we dan even staan. We zetten hem hieronder. Dus zet hier zo bij sluitknop. .add event listener. In dit geval is het weer een klik event. En daarbij bijvoorbeeld een modaal sluiten. Modaal.sluiten aanroepen. Dat is de method van modaal. Die kunnen we dus zo gebruiken. Is dit gebeurd, dan kunnen we dat eventueel gaan testen. We kunnen ook nog wat stijlen toevoegen aan het aan de element hier punt sluitknop. We kunnen hem wat groter maken bijvoorbeeld. Font size, hij was net erg klein. Font size 2.5 em. En we kunnen hem een position geven. Absolute. En dan geven we hem een topwaarde. Van bijvoorbeeld 0.5 em. En een right waarde. Ook van 0.5 em. We gaan kijken wat dat oplevert.
We hebben hem hier zo staan. Hij staat nu aan de boven de rechterkant. We kunnen hem hier op de klikken en dan sluit hij ook. We kunnen hem ook even een hovertje geven. En dan zie je dus een andere kleur, color. En die color kan zijn red. En ook even dit is een cursor pointer. Een versie hier zo. We hebben hier een modaal venster. We gaan over het element heen en dan sluit hij. Zo zijn we een beetje aan het eind gekomen van een modaal venster. En ik hoop dat je hem op veel plekken kan toepassen en verder uitwerken naar een situatie waarbij je zelf daar mooi gebruik van kan maken op verschillende manieren.